Je had het er straks over herinneren toen we koffie zaten te drinken. En ik begrijp eruit dat je bedoelt herinneren waar het om gaat. Herinneren wie je werkelijk bent. Herinneren wat je taak is. Ja. Je daarvan bewust zijn, wakker zijn, denk ik eigenlijk dan. Ja. Herinner jezelf eraan om wakker te zijn. Ik vind dat een hele mooie, dat zeg ik ook regelmatig tegen mezelf. Niet zo vaak waarschijnlijk als jij, je hebt er al een training van gemaakt, denk ik. En het is goed om jezelf te trainen. Ja, ja, het is goed om jezelf te trainen. Ik snij even een heel ander onderwerp aan, maar wel interessant. Ja, is goed. Ik heb altijd een koffiedraadje met een van mijn buurmannen hier zo. Of met, ja, met een bepaalde buurman. Zaterdagochtend zo tussen 11 en 12. En op een van die koffieochtendjes zei hij op een gegeven moment: je kunt altijd dankbaar zijn voor alles. Nou, dat was wel even een binnenkomertje. Je kunt altijd dankbaar zijn voor alles. Ik denk, ja, dat klinkt mooi, maar hoe is dat in werkelijkheid? Kijk, als je mooie dingen meemaakt, dan is het niet moeilijk om daar dankbaar voor te zijn. Maar als je dingen meemaakt die niet zo leuk zijn, kan je daar dan ook dankbaar voor zijn. Bijvoorbeeld, je fietst buiten in de regen en harde wind en je vindt dat helemaal niet prettig. Kan je daar dan dankbaar voor zijn? Ja, zei iemand. Nou, dan kan je dankbaar zijn, want dan, ja, dan, als je dan later weer thuis komt, dan is het lekker warm binnen. Toen dacht ik, ja, dat is wel aardig, maar dat is niet dankbaar zijn op dat moment voor die wind en die regen. Mm. En, nou ja, een vriendin van mij die heeft haar pols gebroken, kan je daar dankbaar voor zijn? En wat is dat dan precies, dankbaar zijn? Dank je wel, zeg, dank je wel, pols, dat je gebroken bent. En op een bepaald moment kwam ik in dat wonderbaarlijke boekje waar ik je net uit voorlas, Inner Courage, kwam ik een uitspraak tegen die daar iets over zei. Dat kan ook in een ander boekje geweest zijn, doet er eigenlijk niet toe. Maar er stond, elke tegenslag is een oefening in... Ik weet alweer wat vandaan komt. Het is een oefening in innerlijke vrede. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat is een antwoord op die vraag van hoe kan je dankbaar zijn voor iets wat niet zo leuk is. Dat is een uitdaging op dat moment om je innerlijke vrede te bewaren. En ik weet nu weer waar het vandaan komt. Het komt uit The Art of Peace, de kunst van vrede. En dat is geschreven door de uitvinder van Aikido, die Japanse vechtkunst. Ik heb dat zelf een jaartje of twee gedaan. En vandaar dat dat boekje ook bij mij terecht. Een klein boekje. Maar daar stond het in. Ik dacht, ja, dat is een mooi antwoord. Ook als iets je overkomt wat je niet zo prettig vindt. Als je in eerste instantie zegt van, dat mij nou weer moet overkomen. Of weet ik veel wat je erbij zou kunnen denken. Dat je ook kan zeggen, ah, dit is een uitnodiging om mij te oefenen in innerlijke vrede. Nou, vind ik mooi. Ja. Vind ik mooi. En de vraag bij mij, die bij mij opkomt, ja, is wie is dan ontevreden als het regent? Ja, dat is een deel van mij. Wie is er ontevreden? Dat is niet mijn werkelijke ik. Aha. Ik ga daar op een andere manier op antwoorden, ja. Ja. Ik ben niet ik. Ik ben degene die aan mijn zijde gaat. Aha, mooi. Ken je die? Nee, maar ik voel het wel. Ik ben niet ik. Ik ben degene die aan mijn zijde gaat. Die ik soms bezoek en soms ook weer vergeet. Herinneren? Mm-hmm. Die ik soms bezoek en soms ook weer vergeet. Die zwijgt wanneer ik spreek. Die zachtmoedig vergeeft als ik haat. Die wandelt waar ik niet ben.
en overeind blijft als ik sterf. Die tweede ik, die helpt mij om innerlijke vrede te beginnen. Die eerste ik, die voelt iets van, gadverdamme. Ja. Wat een mooi stukje, Frans. Ja, dat heb ik ooit gekregen van Manfred van Doorn. Manfred van Doorn is een... Ja, wat is dat? Het is een fenomeen. Het is een fenomeen. Hij geeft trainingen in leiderschap. Hij heeft daar een heel dik boek over geschreven. Wat hij vooral waardeert met filmfragmenten. Interessant. Hij heeft enorm veel filmfragmenten verzameld. Hij heeft ook een enorme filmotheek thuis, zeg maar. Waarmee hij dus zijn trainingen voor leiderschap kan ondersteunen. Filmfragmenten. Kijk, als je hier naar kijkt, wat roept dat dan bij je op? Voorbeelden van prachtig leiderschap. Mm. Ja. Even terug naar mijn vraag. Ja, je vraag. Ik zei, wie is dat, hè, die zit te balen op de fiets in de regen? En toen kom je al met een mooi antwoord. Ja. Een klein stukje van mij. Ja. En ik zeg, dat is niet wie ik werkelijk ben. Ja. Ja. Dus het afgescheiden stukje, ja, die John heet, die zegt, het regent, bam. Ja, 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 ja. Ik heb koekjes, hoera. Ja, ja. Ja. Maar daar ga ik het niet mee redden in deze wereld, nee. Frans. Nee. En om dan een antwoord te geven, bad regent, ik leer, reality is never wrong. Mm-hmm. Ja, ja. Alleen, ik heb ideeën over dat ik mijn pols breek. Ja. Of dat het regent. Ja. Of dat ik niet genoeg verdien. Of... Ja. En toen ik dat dus begon in te zien, hè, van dat is wel een John die aan het woord is, maar dat is niet wie ik werkelijk ben. Ja. Ja, toen is er veel veranderd. Ja. En jij zei er net ook iets moois. Dat om te herinneren, om wakker te worden, is stilte nodig. Ja. Dat is inderdaad een fantastisch middel. En in de psychosynthese hebben ze een disidentificatieoefening om je los te maken van alles wat je niet bent. Mm-hmm. Disidentificeren. Ja. Je ervan los te maken. En op een gegeven moment is de vraag van... Een aantal malen zeg je dus, ik ben niet... Mijn gedachten, ik ben niet mijn lichaam, ik ben niet mijn gevoelens, ik ben meer dan. Mm-hmm. En uiteindelijk komt dan de uitspraak, ik ben. En dat begint met een punt van stilte. Ik ben het punt van stilte. En de tweede wat dan toegevoegd wordt is zuiver zelfbewustzijn. En dat is dan weer die tweede ik, zal ik maar zeggen, ja, de overhand. Dat staat zuiver bewustzijn wie je werkelijk bent. En het derde punt vind ik ook altijd wel heel mooi, want dat wordt nog wel eens vergeten. En wil. Ja. En? Je hebt de